het slijmpakket openmaken van alles jaren slijm. Echt super gaaf lijkt het me. En jij? Ja, mij ook. Zullen we hem maar snel openmaken? Ja. We gaan als eerste het lintje eraf maken. Verlie, wacht. Een kaartje. Lieve meiden, heel veel plezier met de box en al het slijm uittesten. Veel plezier. Hij moet dat eerst zo. Hij moet er eerst af. Het lintje moet er eerst af. Ja, dat weet ik. Maar dan kan je als eerst hem optillen en dan hoef je niet steeds hem te doen. Oké, 3, 2, 1. Oh, een unicorn sticker. Pak jij maar als eerste een cadeautje. Die. Er zit volgens mij ook een briefje bij. Wat is dat? Wacht eens even, Flynn. Nee, maar dat is... Is dat wat alle slijm welke erin zit of zo? Ja. Oké. Dus dat gaan we niet lezen, want anders is het niet meer zo leuk. Ik ga openmaken. Oké. Dan gaan we straks als eerst alle cadeautjes openmaken. En dan pas gaan we voelen of ze lekker voelen. Oké. Ziet er gaaf uit. Kun je me wachten even, ja? We moeten het nog even openmaken. Tuurlijk. Gaan we openmaken. Oké, maar we wachten wel, want we maken dan alle cadeautjes eerst openmaken. Oh, het ziet er echt zo lekker uit. Je kan hem eruit trekken. Nee, ik doe dat. Wow. Ik heb het. Kijk eens. Voor straks, ja. Wauw, laat eens zien. En het dopje. Alles jaren slijms. En op de zijkant, wat staat daar? Hier staat dat het birthday cake slijm is. Birthday cake. Ja, dat is verjaardagstaart. Ik pak deze. 2 mini. 2 mini donuts. Staat erop. Dus kunnen we misschien in het slijm doen. Ja, of gewoon eten. Wat denk jij? Denk eerlijk. Ik ben aan de beurt, want jij hebt die gepakt. Ik ben aan de beurt. Maar geen cadeautje. Hier, pak deze maar. Ik ben wel heel erg benieuwd. Stinken! Gaat! Ik ga deze pakken. Cadeautje met een heel schattig borstje erop. Ik ga dat stickertje er proberen af te trekken. Kijken of die heel blijft. Gelukt! Ja, wil jij? Ja. Zo. Het is wit papier, heel mooi vind ik hem. Zie je, het is wit. Met zwart. Hier zwart en wit. Zo. Ik lijk erop of we bijna geen cadeautjes hebben, maar we hebben wel cadeautjes. Wel veel zelfs, hè? 100.000 miljard. Zo, hé, dat is veel. Ik denk dat dit de bedoeling is van dit slijm, dat het een beetje Oreo-slijm is. Kijk, laat me maar zien. Ja, Oreo-fluff-slijm is het. Wauw, hé. Jij bent aan de beurt. Unicorn. En de unicorn is eraf. Unicorn. En laat deze die op de stiften. Is hier. Oké, maak jij hem open? Oh, ja. Hij is echt een mooie kleur, denk ik. Ik dat hij ook mooi in hebt gepakt. En blauw slijm, toch? Het is geen slijm. Het is unicorn slijm. Het is unicorn poep. Dat weet je niet. Maar denk het wel. Het heeft iets te maken met unicorn. Kijken. Die moet denk ik erin. Kijken. Unicorn. Lico. Hoe dat ook heet. Unicorn ice cream is dat. Dus dat is ijs. Is dat echt ijs? Ja, en dat is een fluffy cloud slime met regenboog sprinkles. En die. Neem jij hem te pakken? En een unicorn charm. Unicorn. Ja.
Ik heb dit mooie vlindertje gepakt. Echt. Ik vind hem echt heel mooi. Oké, die is open. Oeh, het is blauw. Het ziet er echt gaaf uit, dit slijm. Ik pak er alvast eentje. Oké. Nee, dat is er eentje. Dat is er één. Wauw. Kijk hoe mooi. Aurora of niet? Ja. Wie is dat ook alweer, Aurora? Is door een roosje, toch? Ja. De roosje in het blauw. Nog een sticker gevonden, Feline. Ja. Wauw, hé. Eentje. Schattig eentje. Papa, papa. Oh, dat is zo leuk. Oké. Maar Aurora kan ook heel mooi in het blauw zijn, hoor. Ja, maar die is ook in het blauw, want ze heeft een roze en een blauwe jurk, toch Aurora? Wauw. Geel, wat is dat dan? Een citroenslijm. Denk je? Ja, want er zitten citroendingetjes in. Of een fruitcocktail. Kan dat ook? Staat vast op de zijkant. Oh, pineapple juice. Ananas. En er zitten ook een soort van squishies in. Wauw. Ik ga deze uitpakken. Ja, maar doen. Of, ja, deze. Een mooie brief. En die plak ik hierop. Donutje. Geliefde is, hier naast me is iemand gek op donuts. Eten. Zo, wat hebben ze veel verschillende soorten slijm, hè meiden? Dat is wel echt super dit tof. Dit is kralenslijm, denk ik. Kralenslijm? Ja, want er zitten echt heel veel kralen. Nou, we gaan maar openmaken. Staat er vast op wat het is. Ik pak er alvast in. Feline, kan je misschien anders gaan zitten dat we je zien? Ja. Hier... Als, aan het einde staat watermeloen. Denk crunchy dat... watermeloen. Dus dan is het... Knetterend slijm, denk ik. Crunchy, knettert, toch? Oh, gaaf. Feline is al bezig met hem de volgende uit te pakken. Of Feline, zullen nou, we... Nog met haar sticker is ze vooral bezig. Ga maar uitpakken, Feline. Nee, dat is misschien niet zo leuk. Maar het kan wel. Doe maar niet erop, hè? Leg ze maar apart. Kunnen we straks de stickertjes, kan je nog mee knutselen of zo? Leg ze maar erbij. Hier zo. Mondje opgeslagen vast de sterren af. Ik vind die unicorn slijm zo mooi. Die heb ik gepakt. Oké, hij is wel geschud. Ik denk dat dat een fruitmix is. Of dat is deze. Kan ik. Ja, deze lijkt me echt zo fijn. Bloemetjeslijm. Wauw, bloemetjeslijm. Ik denk dat dat flowerfield is, of niet? Ja. Een flowerfield is inderdaad een bloemenveld. Dus ik ben benieuwd. Dan denk ik dat dit de fruitslijm is. Die hadden we nog niet, hè? Fruitcocktail. Fruitslijm. Ja, dat is ook fruit. Dat is ananas. Maar dat is alleen maar ananas. Nee, dit is een sapje. Een sapje. Ja. Ja, een fruitcocktail, denk ik. Ja, dat is een fruitcocktail. Oh, wat is dat nou? Een spons van een ananas. Dat is leuk. Hij ruikt een fruitpopje. Oké, die doe ik even terug. Oh, wauw. Ik kan het rietje er alvast uittrekken. Ja, ja. En er zitten ook nog dingen. Ik ga het voor een slapje. Dan kan je daar echt een cocktail van maken met een rietje erin, zogenaamd. Dus die en een mooie pa. Het ruikt echt naar spons. Ja, dat geloof ik wel. Mooi hoor. Wat zit er nog meer in? Ik pak deze. Jullie boffen wel met dat hele pakket, zeg. Is dat een squeegee? Nee, dat is een stressbal. Een stressbal, ook leuk. Deze vind je ook wel leuk, denk ik. Maak het open. Allemaal kleine stickertjes, toch?
Wauw. Die wil ik ook. Die is hij mooi. Hij is gewoon samen. Ja, tuurlijk. Nou, ga verder kijken. Leg het dus, leg maar even neer. Ook voor samen, hè. Zo, ik denk dat hij wel een beetje... Wat zijn dit? Stickertjes, geloof ik. En dan is hij leeg, hè, de box. Jeetje, meiden. Wat een hoop, zeg. Ja, echt. Testen. Gaan we slijm testen? Ja. Nou, let's ik ben... Cool. Oké, allebei al deze. Ik heb Aurora en jij? Ik heb unicorn slijm. Toppie. Nou, ga ze mij lekker openmaken. Jullie kunnen het gewoon samen doen, hè? Ik en doe het open, je kan draaien, dan gaat hij open. Bij Kaylin, die heeft Aurora slijm. Ja. En die heeft glitters, metallic poeder en glittersterretjes. En waar ruikt hij naar? Oh, naar mint. Naar mint? Oh, die van Feline ruikt echt heel lekker. Ja, ruikt hij soms naar banaan? Kijk zo. Ja, een beetje naar banaan, citroenig. Oh, lekker zeg. En dat is een fluffy cloud slime van Feline met regenboogsprinkels en een unicorn charm. En het maakt, als het goed is, een sisselend geluid, Feline. Oh, hij knettert bij jou, Kaylin. Is dat Feline? Nee, dat ben ik. Wauw. Dat is fijn. Het is een beetje waterig nog, deze. Voelen. Slijmerig. Doorkleed, dan heeft het wel een beetje effect dat het lekkerder gaat worden. Mooi, hè, meiden? Maar als ik het goed doorgekneed heb en alles er een beetje afgehaald heb, gaan we denk ik wisselen. Dan kan ik ook een beetje met die. Hier zit nog één. Ik dacht eigenlijk dat er best wel weinig in zou zitten. Er zit hartstikke veel in, hè? Ja. Super veel slijm. Terwijl ik nog verder met het slijm testen. Ik ga deze doen. En ik deze. Feline, maak jij hem eerst open? Mm-hmm. Ik zou je mouw even opstroppen, want soms zijn ze heel plakkerig. Zoals die Aurora. En deze. Oké. Feline heeft nog versiersoortjes. Ik heb dat bij deze. Want we hebben alvast geen... Hey. Dit ruikt naar aardbei. Ik ga die van mij nu openmaken. Oh, er zitten allemaal sporetjes in. Het lijkt echt... Die sporetjes lijken gewoon echt fruit. Dit ruikt me heel erg naar sinaasappel. De echte blaadjes. Ruikt het niet naar ananas? Ik bedoel naar ananas. Oh, voor jou. Jij bent je cocktail aan het versieren, zie ik, of niet? Wauw, met ijsklontjes erin. En dan kan je het rietje erin steken, net alsof je een echte fruitcocktail hebt, denk ik. Oké, nu omdat deze sponsjes erin zitten, zijn ze ook een stuk minder plakkerig. Maar het lijkt wel of dit echt fruit is. Want zo voelt het. Het lijkt echt helemaal niet op sponsjes. Nee, het is denk ik ook Fimo. Het is een soort klei, denk ik. Ik kan het ook echt niet... Nou, hou het eruit, zou ik zeggen. Ik doe dat nog niet. Ik doe het eerst lekker dit. Oké, nu omdat deze erin zit. Echt een stuk minder plakkerig. Kijk. Schud wel wat weg. Rietje weg. Ga eruit. En nou zou wel weg zijn. Denk ik. Mijn vingers blijven plakken. Lekker hè? Fijne slijm? Nee, vind je dat niet zo lekker? Net had jij Claudie slijm, hè? Die plakt minder. Ja. Deze geef ik... Die van jou maakt wel leuk geluid. Ik geef hem een duimpje omhoog. Ik een duimpje omlaag. Dus we moeten hem nog een beetje doortesten. Dus ja, krijgen wij straks ook met die, hè? Maar jij niet met die kralen. De volgende! Ik heb Oreo. Ik ben in de... Jij hebt bloemen. Ik heb bloemen. Oké, we gaan het nu openmaken. Dit is fluffy slime. Dit is fluffy!
Cliffy slime! Ik heb zelf tegen jou. Ik heb ook Cliffy slime. Ja, Maua. Oh ja. Dit voelt echt gewoon naar ijs. En mij voelen? Bij jou zitten er allemaal kleine dingetjes in, maar voor het minder plakken. Maar wel heel lekker voelen. Nu hoop ik dat die andere ook zo is. En wat zit erbij, Feline? Kan je dat er doorheen doen weer? Zijn het bloemetjes? Bloemetjes. En bij jou zit er nog wat in de onderkant, toch? Bij je slime. Ja. Maar wil je deze openmaken? Doe ik er nu in. Heb je allemaal leuke bloemetjes erin, hè? Het is echt een bloemenveldje. Het is een soort grasveld met bloemen, hè? Bloemenfield. Of flowerfield. Mooi, hè, Julien? Wauw, Kaylin, die van jou lijkt echt op Oreo. Kijk nou. Lijkt net alsof er allemaal chocolaatjes tussen zitten. Is die fijn? Ja, best wel. Deze plakt weer. Ja, goed door elkaar mengen. Dan plakt die vanzelf minder. En anders kunnen we er altijd nog spul bij doen, hè? Want er zit een setje bij. Ja. Waardoor die minder slijmerig wordt. Echt? Ja, hier. Ja, dat is die toch? Oh, ja. Hier, spuitbus en poeder. Kijk hoe eindelijk. Deze maar je moet hem eerst vooral even goed doorkneden om te checken of die niet gewoon wel prima is. Deze is oh, ik vind die Oreo leuk ook. Welke is jullie favoriet tot nu toe? De Oreo en de deze. Ja, jij bent gek van dat cotton slime, hè, Feline? En jij, Kaylin, die gele zeker, die pineapple. Ja, en deze. Ja. En ik denk dat die ook hetzelfde wordt. Tada! Wauw, zie je dat die heel goed is, deze? Kaylin! Wow, maar je ziet die verseerseltjes niet. Nee, moet je goed kijken, Kaylin. Wow, wat is dat nou? Allemaal even iets langer, want dan kan ik het zien op de camera. Allemaal glitters. En jij? Wauw. Voetballetjes. Dus kijk, welke hebben jullie? Weten jullie het zelf? Zo, Jolien lag daar maar nu. Happy birthday cake. Oh ja. Zoiets. Ja, je hebt dus... Met foamballetjes erin heb jij. En maakt een knetterend geluid. Kaylin, bij jou als het goed is. Oh, die vind je en wat heeft Feline? Laat ze maar doen. Die van jou ruikt echt naar watermeloen. Ja, hè? En dat was knetterslijm, hè? Was de watermeloen. Oh, deze ruikt echt lekker. Oh, dit is wel echt slijm voor Feline. Die plakt niet zo, dat vind jij altijd fijn, hè? En hij knettert heel hard. Zie je? Ja. Plakt niet. Wow, zit er zoveel in, Kaylin? Ja. Ja, dat is wel echt een verjaardagstaart. Het is weer eens wat anders dan de cake smash van Jolien. Ja. Maar mij is echt te gek. Nou hè. Ik moest papa zien. Nou kunnen we straks aan papa laten zien als hij uit zijn dingen komt. Wat? Jolien. Goed, ja, jij wil ook meedoen, maar dat mag nog niet. Wauw. Dit lijken wel een beetje deze grotere. Waar, Kelly? Zo. Mij is knetterd. Dit is mijn favoriet. Hij stuitert! Mooie, Jolien. Wow. Het gaat zo snel dat we het niet eens kunnen filmen. Super. Kelly, ga je ook die van jou nog doen, of niet? Ik zit dan een beetje te voelen. Oké, okay, deze is wel lekker. Hij plakt een beetje dan, hè? Maar hij is wel lekker. Want ik heb hem nog niet uitgehaald, hè? Plakt. Oh. Hij plakt een beetje. Zou je zeggen dat dit mijn favoriet is? Kijk, hij is in een slang. Ik ga hem rollen. Rollen. En hij plakt. Goed kneden. Ja. En hij plakt weer. Minder. Heel goed, hè. Als je hem doorkneedt, heb je vaak... Weet je welke ik het plakken
vind, deze vind ik het plakkerig. Die was het plakkerigste, hè, vond jij? Ja. En welk vind jij de fijnste, nu jij er 4 hebt geprobeerd? Is dat de winnaar voor jou? Ja. En welk is nummer 2? Deze. De unicorn slime. En nummer 3 is het Flowerfield. En nummer 4 is de fruit juice. En jij, Kaylin, wat staat er bij jou op 1? Oh, dat is best wel lastig. Ik denk deze. En die staat op nummer 1 en die staat op nummer 2. Ik kan die en die op 1 niet zien, want ik kan niet zien wat jij laat zien. Deze, deze, hè, had is jij op nummer 1. Welke is op nummer 1? Oreo Fluff? Ja. Ja. En daarna die. En daarna die. Pineapple juice. En deze, want deze plakt ook heel minder. En die is als laatste. Die als laatste. Maar die vond je wel de mooiste kleur en het lekkerste ruiken volgens mij, hè? Ja. Hé, hey, zullen we het filmpje gaan afsluiten, dames? Ja. Ik ga hier echt mee spelen. Ja, dat mag ook. Maar dit is alleen voor mij. Ja, dat is goed. Maar kunnen we gedag zeggen naar je kijkertjes? Geef een slime duim omhoog. En abonneer op onder ons kanaal hier onder deze video. En welk vind jij nou het leukst? Zet dat in de reacties. Doei! Ik heb een pannenkoek gemaakt. Ja, mooi hoor. Doei!